Goedemiddag, we zijn hier op de vakbeurs Energie. Met wie hebben wij het genoegen? Hey, Ruud van den Bos van Ecovat, Technical Sales. Ja. En wat laten jullie zien op de vakbeurs Energie? Wij laten een groot ondergronds opslagsysteem zien, waarmee we eigenlijk hele wijken kunnen verduurzamen in de warmtevoorziening. Dus 200 woningen voor één systeem. En hoe doe je dat? Hoe werkt zo'n systeem? Dat doen we door een groot ondergronds buffervat, gevuld met water en goed geïsoleerd. Nou, groot denk je aan 30 meter doorsnede en 30 meter diep. Dat verwarmen we tot 90 graden in de zomer, wanneer we heel veel zonne-energie hebben. En die warmte gebruiken we in de winter weer om de woningen te verwarmen of om warm tapwater te maken. En zodoende kun je eigenlijk loskomen van aardgas. Op dit moment hebben we 90% aardgasverwarming in Nederland. En daar moeten we vanaf. En een manier om dat mogelijk te maken is seizoensopslag. En is dat ook op grote schaal toe te passen of heb je nog bepaalde voorwaarden? Nou, de schaal is minimaal 200 woningen, is eigenlijk de ondergrens. En we kunnen naar 1000 woningen voor één systeem. Maar het kunnen ook meerdere systemen zijn voor een groter gebied. Dus dat is een beetje de schaalgrootte waaraan je moet denken. Dus kleiner dan 200 woningen is economisch en energetisch eigenlijk vanuit ons principe niet realistisch. Nee. En hoe zouden bijvoorbeeld gemeenten en projectontwikkelaars op jullie manier hun wijk kunnen verduurzamen? Nou, wij kunnen een totaaloplossing bieden. Dus wat wij doen is, we kijken naar een wijk van bijvoorbeeld 200 woningen. Daar ontwerpen we voor het opslagsysteem, maar ook de energieopwekking, de distributie en de afgiftesystemen in de woningen. Dus kunnen we een totaalconcept aanbieden. Dit kunnen we uitwerken voor een ontwikkelaar of gemeente. En dit kunnen we ook door derden laten financieren. En zodoende kunnen we eigenlijk een 100% duurzaam energiesysteem realiseren en financieren. En zodoende heeft een bewoner heeft een 100% duurzame warmtevoorziening voor een betaalbare prijs. Ontwikkelaar heeft duurzaam vastgoed en de gemeente heeft een duurzame ontwikkeling. En dat allemaal voor een betaalbare prijs. Dankjewel en veel succes op deze beurs. Oké, dankjewel.